Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een superhete noedel maken. Samyang, twee keer spicy en het is een kipsmaak. Maar die ga ik natuurlijk veranderen en even pimpen met een speklapje. Dit is de heetste noedel die er is op het moment en het schijnt echt ontzettend pittig te zijn. Maar goed, ik geef aan de gang. Ik heb nu een heel klein beetje zonnebloemolie in de pan gedaan. Ik doe er 200 gram speklapjes bij. Waarom 200 gram? Ja, het zat toevallig zo in een pakje. Die bak ik eerst ervan, het gaat even een paar minuten duren. Na een paar minuten doe ik ook nog even twee teentjes knoflook erbij. De speklapjes zijn bijna gaar, dus er is ook een gesneden winterpeen bij. Dan doe ik er twee bosuien bij. Lenteuitjes. Die fruit ik ook niet van mij. Je kunt het vlees natuurlijk ook van tevoren bakken. En dan begin je natuurlijk met je knoflook, je lenteui en je wortel. En dan doe je het vlees er later bij. Ik laat het nog even een paar minuten pruttelen op een laag vuurtje. Zodat ik zeker weet dat alles goed gaar is. En de smaken goed in elkaar overgaan. Niet dat je er straks nog wat van proeft met die hete saus erbij, maar voor mijn idee dan. Ik zet het vuur wat lager. En de noedels heb ik voorgekookt. Die heb ik 4 minuten voorgekookt. Afgespoeld met koud water, dat ze niet te lang verder gaan. Dit meng ik er natuurlijk even goed doorheen. Dan zit er een zakje saus bij. Het is ongeveer 8000 per schaal van een Scoville. Als ik het goed uitspreek. En het is dan net zo scherp als een ghost pepper. Goed, dan meng ik er ook even bij. Ik zal even alles goed in elkaar mengen. Er zit nog een zakje bij. En dat zijn sesamzaadjes met een heel klein beetje zeewier volgens mij. En dat is klaar om op te dienen. En ja, één zo'n pakje is best nogal veel geworden. Best wel een bord vol. Dus ik ga even proeven en dan... Kom ik zo weer terug als het goed is. Ik moet eerlijk zeggen, het is goed pittig. Je hoeft er echt geen rode peper meer bij te doen. En ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.